Welkom allemaal bij deze, nou, ik weet, is het de officiële start van de Fixbrigade. Volgens mij, ik ben super blij met de diversiteit aan mensen die hier zijn. We hebben een enorme opdracht met elkaar om de samenleving te verduurzamen, om uiteindelijk alle huizen van het gas af te krijgen. Natuurlijk om het klimaat te redden, maar misschien nog wel belangrijker om ook gewoon mensen aan een beter wooncomfort te helpen en aan een lagere energierekening te helpen. En dat is zo leuk met duurzaamheid. Vaak gaat geld verdienen en de wereld redden hand in hand. Zo ook hier. Maar het verduurzamen van die huizen, dat gaat niet vanzelf. Daar is soms best wat technisch inzicht voor nodig. Daar zijn soms handjes voor nodig. En volgens mij, Woerden is volgens mij die leuke stad. Althans, zo heb ik haar leren kennen. Omdat hier heel veel vrijwillig gebeurt van al die evenementen die er in Woerden gebeuren. Maar nu er wat nuttigs moet gebeuren, het verduurzamen van huizen, zijn ze er ook. En ik ben trots dat dat lukt in Woerden, dat wij zo'n stad zijn waar iedereen op de been komt als er wat te doen valt om de wereld een beetje beter te maken. Ik denk dat het een half jaar, drie kwart jaar geleden is, Jan, dat ik bij de Rotary een praatje mocht houden over verduurzaming in Woerden. En hoe leuk is het dan dat een paar maanden later hier niet één, maar meerdere Rotary's, geloof ik, vrijwilligers hebben geleverd om dit samen te gaan doen. Stichting Present, handje helpen. En ook een aantal kerken die mensen hebben geleverd. Volgens mij verduurzamen of een samenleving, dan ben je samen. En we gaan er een mooie dag van maken om een aantal huizen te helpen om beter geïsoleerd te raken. En Ursula is onze leider van vandaag en die gaat ons allemaal helpen met wat spulletjes. En ik ben zelf vooral goed in praten, maar wil ook heel graag helpen. Dus ik hoop dat er een ervaren vrijwilliger is die mij mee wil nemen vandaag. Stel de waarde van de cv-watertemperatuur. Die staat hier op 50 graden. In combinatie met de vloervorming is dat net wat aan de hoge kant. Dus ik zet hem ietsjes terug, richting ongeveer 40. En dan stookt hij efficiënter. Dan onttrekt hij meer warmte uit het gas wat hij verbrandt. Dus gebruik hem met mijn gas.